Wie goed oplet, ziet hier zeker in het Gooi zwarte busjes met gele letters waarop staat van Amsterdam schilder, stucadoor en spuitwerken. Exclusief schilder, stucadoor en spuitwerken al meer dan 30 jaar. Mark van Amsterdam is de eigenaar van dit fantastische bedrijf. Maar wat hem opviel, heb je huis mooi geschilderd, is het dak eigenlijk toe aan een flinke opfrisbeurt. Sinds 2023 is hij 1, 2, 3 softwash begonnen. Nou Mark, welkom bij Gooi's Business. Ja, dankjewel. Nou, vertel maar van waar dit dan gestart? Nou, eigenlijk omdat wij bij alle klanten moeten we al de panden schoonmaken vaak elk voorjaar. En dat kost heel veel tijd met een emmertje, met een sponsie. Heeft u een beetje water voor me, mevrouw? Dat gaat echt op die manier. Schilders die dat doen. En dit gaat zo versnellen en veel dieper en schoner. En het bleef het helemaal uit. En dat is zo'n verschil. Dus, met eigen woorden, van datgene wat eigenlijk een belemmering was, daar heb je gewoon maar een businessmodel van gemaakt. Ja, eigenlijk wel. Nou ja, alles wat je doet en waar je mee bezig bent, probeer het snel te doen. Dus of er een machientje voor te vinden of een andere techniek. Ja, ik herken dat. Wat het sneller maakt, want de uren zijn gewoon hartstikke duur. Ja. Dus je moet elke keer sneller worden met je en betere kwaliteit proberen te krijgen. Ja, en twee keer iets doen, ga ik het automatiseren. Ja, dat is in dit handel niet te doen. Als je ziet dat we zo'n heel huis in 1-2 dagen rondpakken, dat is niet automatiseren. Nou, eventjes. Zo lang? Ja, er zitten dus. Het zijn grote huizen die doen. Het zijn ook huizen die kunnen in de dag hoor. Mark, dan ga ik het even over mijn eengezinswoning hebben waar ik dus uitkom. Jij bent op mijn pad gekomen omdat namelijk mijn huis begin februari in de verkoop ging. Dat heb ik er 4 weken later afgehaald. Ik dacht, dat ziet er niet uit. Nee. Terwijl het dak gewoon 1 jaar of 11 oud is. Dus het is helemaal geen oud leien dak. Nee. Toen kreeg ik contact met jou en toen zei je, dat ga ik schoonmaken. Nou, de foto's zijn te zien op Facebook, voor en na. Ja. Maar dat is ongelooflijk. En zo ben je bij allemaal grote, eigenlijk wel grote huizen of panden, ben je aan de slag. Ja, met name de oranje dakpannen, hè? Die zijn allemaal zwart hier in het Gooi. Ja. Vooral eigenlijk. Nou, door mos en we wonen allig, onder het groen, allig. En dat mos, dat ligt erop, maar dat zwart is, dat is allig wat er allemaal op zit en bacteriën. Oh. En dat gaat niet vanzelf weer. Kan je heel even iets meer bij microfoon? Nee, maar hij zegt ook bacteriën, alsof je echt moet kotsen. Maar goed. Nou ja, alle vervuiling die op een huis zit, dat is erop gewaaid of opgekropen. Maar, of uit een uitlaatje van een auto, maar dat zit erop en dat is allemaal weer op te lossen eigenlijk. Nou ja, weet je, ik vind het fantastisch, want je werkt niet met een hoge drukreiniger. Nee. Dus als je een oud dak hebt, denk je, nou, daar begin ik niet aan, want er spat misschien stukken van mijn dak af. Je hebt het net even 100 jaar oud gedaan. Dan mag je echt niet aan die pannetjes komen. We komen ook niet op het dak, hè? Dus we sproeien er wat op. En dat bleek het uit. Dat is eigenlijk het systeem. Er zit allemaal zeepjes en natriumchloor zit er allemaal in. Milieuvriendelijk. Milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar. Dus dat gaat allemaal goed. Ja. Ja. Ja, ik heb een vraag. Ja, wacht heel even, Lars. Jij mag je vraag stellen. Niet alleen die daken, want daar heb ik het nu over. Maar jij zei, nou nee, maar dan neem ik je even je hele huis mee. Toen dacht ik, nou oké. Okay. Dat schilderwerk, die witte stenen, dat zat er wel een lange tijd op. Is geen spatje van afgaan, maar het is gewoon helemaal spatwit. Ja, het is net of het weggeschilderd is. Ja, nieuw. Ja. En ook zonneluifels. Ja. Van die grote luifels. Eigenlijk bijna alles wel. Tuinmeubelen. Heb je ook bij mij gedaan? Ja, ook. Ik ben alleen zelf nog niet gereinigd. Ik pak alles mee. Het enige wat, dat was toevallig bij jou, het koperen goten. Nou, dat is het enige wat er niet tegen kan. Dus die moeten we inpakken. Of goed nat houden met. Nou, weet je, ik heb geen enkele vlek op die koperen goten gekregen. Want er is inderdaad een man 1 dag bezig geweest om die goten helemaal prachtig in te pakken. Ja. Chapeau. Dat is heel uitzonderlijk. Dat gebeurt normaal niet. Nee. En er zijn een paar dingen die er niet tegen kunnen. Dat zijn koperen goten inderdaad. En zandsteen. De steen waar kalk in zit. Kalksteen. En dat kan er ook niet tegen. Dus we doen altijd testen vooraf of dat goed gaat. Maar verder kan je eigenlijk alles. Oké, nou zijn er ook in het Gooi heel veel mensen die zeggen, oh, maar mijn tuin, dat gaat helemaal mis eromheen. Dat gebeurt ook niet. Nee, er zijn wat bloemetjes die er wat minder. Kijk, we houden alles nat. Dus van tevoren spuit je de planten eromheen nat.
Dat ze geen dorst meer hebben eigenlijk. En dan ga je sprayen. En er zaten altijd met twee. Dus eentje staat met die, met die natrium te spuiten. En de ander staat er met een waterstraal naast. Om de planten eromheen dat te houden. En na te spullen. En dan gaat het goed. Nee, ik heb nog alle planten. Wat wil, wat wil jij vragen dan, meneer Van Loo? Mag ik even terug naar die daken, Mark? Ja. Toen wij, wat is het, een jaartje of 30 geleden in Blarik kwamen wonen, hadden wij zo'n jaren 30 huis, 19, wat is het, 25. Ja. En mijn toenmalige aannemer, Flip van den Burg, die was gespecialiseerd in het restaureren van dat soort huizen. Ja. Die vertelde mij, joh, daken, pannen, blijf er van af. Ja. Terwijl ik jou nu eigenlijk iets heel anders hoor zeggen. Nou ja, ik blijf er ook vanaf. Dat is het gekke. Ik spuit er iets op. Ik sproei er iets op. Ja. Dus ik kom er niet op. Dus ik kom tot de dakgoot. Maar wij komen niet op het dak. Okay. Het enige wat we doen is wel, we borstelen het mos eraf. Dus vaak heb je op de noordkant zit er groene mos op. Als je echt 20 jaar niks eraan hebt gedaan. Ja, wij hebben rode pannen, maar voor Google Maps hebben wij gewoon een zwart dak. Ja, precies. Nou, dus aan de noordkant zit dan waarschijnlijk ook nog zo'n koek van dat mos op. Ja. Nou, dat borstelen we er heel voorzichtig af. Dus dat trekken we naar beneden. Daar hebben we ook allemaal roterende machines voor. Om dat zonder schade naar beneden te krijgen. Ja, even die machine. Die heb je zelf gemaakt. Nee, ja. Even die machine. Nee, want hij zei, je maakt het daarmee poreus, de dakpannen. Nee, dat doe je met een hoge drukreiniger. Oh. Dan spuit je kapot, dan spuit je eigenlijk het toplaakje, spuit je eraf, spuit je kapot. Dit, het is eigenlijk heel simpel. Vroeger gooiden mensen een beetje bleek voor het stoepetje, gooiden ze erop en dan was het groen weg. Azijn? Nou, azijn. Alleen dit is ook eigenlijk bleek, alleen 10 keer zo sterk als wat er in het huishouden gebruikt wordt. Oké, nou naar die machine van je. Nee, en dat klopt wel, want een week lang hebben mensen langs mijn huis gefietst en hebben gedacht, zo, die is lekker bezig geweest met schoonmaken. Ja. Je ruikt een beetje bleek in het geheel. Ja, het is natuurlijk het natrium, hè, wat zo zanddeel. Gaan allemaal zeepjes gooien daar nog doorheen, voor andere vervuiling. Nou, Mark, even, hè. Lars zegt, mijn dak ziet er op Google Maps gewoon zwart uit. Ja. Eigenlijk moet je elke 2 jaar zo'n dak schoon laten maken. Dat is het goedkoopste uiteindelijk. Heb je het langs plezier ervan. Kijk, ik ben nu bij jou geweest. Heb ik hem 3-4 keer ingespoten met een vrij hoge concentratie. Ja. En dus als ik het... En jou zit ook een keer onder de bomen. Dus dat is wat meer gevoeliger. Maar zodra je al koek op het dak hebt zitten. Ja, dan ben je eigenlijk al 5 of 10 jaar. Nou, dan ben je al 12 jaar. Ja. Ellende hebben weggehaald. Ja. Nou, als ik het volgend jaar of over 2 jaar nog een keer zou doen. Ja, ja. Dan spuit ik misschien met een verdunning van 20%. Heb jij nog nooit je dak dan schoon laten maken, Lars? Nee, vanwege het feit dat ik ben besmet met het idee dat je dak kapot gaat. Dat je er vanaf moet blijven. Je, je moet er ook niet op komen. Omdat er zijn altijd wel een stukje van de dak vanaf. Of het gaat scheef liggen en dan krijg je lekkage. Ja. Dat is het probleem. Daar moet je gewoon niet op komen. Ik heb continu lekkage. Ja, maar het is hetzelfde als regen. We sproeien het erop. Meer doen we niet eigenlijk. En dan wel wat in het begin wat klonten eraf worstelen. Dan krijg je geen kwaad. Want dat doen ze vaak zelf ook nog wel eens een beetje. Dat hark je een beetje naar beneden met een worsteltje. En, maar we komen nooit op het dak. Hey, en Mark, hoe lang ben je bij Fon bezig geweest? Want dat hadden we het over 12 jaar. Bij mij hebben we het inmiddels over 30 jaar geleden. Ja. Ik ben gewoon 3 weken bezig, denk ik. Nee, dat maakt niks uit. Nee, dat maakt niks uit. Ik moet wel meer spuiten. Dus bijvoorbeeld, ik ben misschien 2 of 3 keer gespoten. Hè. Dat ligt een beetje aan welke kant. Ik spuit net zo lang door. Dus tot het zwart moet weg zijn. Dus kijk, het spul werkt 5, 6 weken lang door. Alleen als het zwart, dat gaat niet de volgende dag nog een keer weg. Dus als ik weg ga, is het zwart ook weg. Ja. En andere vuil en alles, want pas na 5, 6 weken heb je het eindresultaat. Dus als ik weg ga, is 70-80% weg. Wat ik zo leuk vond, ik had het eigenlijk over schilderen, stukken en spuiten met Wim. Maar dat doe je überhaupt niet meer? Of? Ja, jawel, jawel, jawel. Van kijk, Amsterdam, joh, houd de god. Al mijn personeel, alle jongens die ik heb, dat zijn allemaal schilders. En, vaklui. Dit is er eigenlijk bijgekomen. Maar de hoofdmoot is natuurlijk nog steeds het schilderen. Je hebt een hele mooie website. Ja, leuke aanbevelingen erop, zag ik. Ja, een heel mooie website. Ik mag geen namen noemen, maar ik noem wel Jacques Wallig. Daar werk je ook voor. Ja. En ook voor Patrick. Die heeft een aantal prachtige restaurants en eethuisjes in Dat doe ik ook al meer dan 10 jaar. In Muiden, in Blaricum. Ja. Daar ben je ook druk aan de gang. Al het onderhoud van die tenten doe ik. Ja. Maar schilderen ook. Ja, schilderen, ja.
Ik heb een hele mooie review voor hem geschreven. En daar heb ik ook opgezet. En dat zeg ik je nu weer. Je hebt ook ontzettend fijn personeel. Want het schreeuwt niet. Het heeft geen keiharde 5-3-8 de hele dag op. Nee, dat scheelt. Dat scheelt. Nee, noem maar dat hij is gestart als barkeeper en een aantal modebedrijven heeft gehad. Noem dat ook nog eventjes. Nee, maar dat was even privé, toch? Moet je dat nog vertellen? Ja, nou ja, het maakt niks uit. Doen we dat na het nieuws. Doen we dat. Ja. We zijn alweer aan het einde gekomen. Als de mensen nu denken, potverdorie, dit vind ik eigenlijk zo'n leukere interview. Waar kunnen ze je terugvinden? Heb je een website? Ja. Meerdere zelfs. Nou, noem er twee. Nou, de belangrijkste is vanamsterdam.com. Ja. Daar valt alles onder, het schilderstukken. En dan krijgen we zelf alweer de verwijzing naar 123 Softwas. Dat is het andere bedrijf. Maar die hebben ook wel een eigen URL. Dat is 123softwas.nl.